Het is toch weer... Het is na de zaak Alzheimer en dossier K is dit een waardige afsluiter van de trilogie die voortbouwt op die personages die we kennen, waar we van houden, Vinken en Verstuift, maar die toch voldoende anders is dan de andere twee om bestaansrecht te hebben. Het gaat niet over het uitmelken van een formule, dat doen wij niet, dat hebben wij sowieso niet, formules of formats. Nee, het is een op zichzelf staande film die voor een stuk voortborduurt op wat er al is, maar die compleet, als een, het is ook een nieuw verhaal, het is een ander verhaal, met een aantal accenten die we toch, enfin, het serial killer gegeven, naast de behandeling zijn er niet echt veel Vlaamse films die zich in die arena begeven. En dan vooral omdat je daar wel dus middelen en tijd voor nodig hebt, hebben we toch wel uitgepakt. Het is dus echt een finale die een finale is. Ja. Ik ben er erg blij mee. Narratief zeker ben ik heel blij mee hoe we het gebracht hebben. En nu, ik denk dat de kleuren nog een extra leer gaan geven op het verhaal. En ik probeer toch elke film toch op een andere manier aan te pakken. Hiervoor heb ik de premier gedaan als Vlaamse film. En ja, dat pakt toch anders aan als deze film. Dat wil ik ook zelf. Ik wil mijn eigen niet gaan kopiëren. Ja. Dus dit heeft met de zaak Alzheimer eigenlijk weinig te maken qua kleursetting betreft. Absoluut. En qua bewegingen betreft is dit veel dynamischer gebracht eigenlijk. Maar het zijn niet alleen drie, ook al vind ik, want er komt nu ongetwijfeld een driedelige DVD-box of zo, dan is dat toch op een of andere manier wel een geheel. Ja. Ook al zijn het drie films met elk een absoluut eigen identiteit. De zaak Alzheimer was de eerste echte grote genrefilm. Ja. Dossier K had dat epische, de bloedwraak, de kanoen, dat exotische ook een beetje. En dit is dan die combinatie serial killer, actie. Erotisch. Er wordt nog eens lekker stevig gevreden, dat is ook lang geleden in een Vlaamse film. Ja. Heel moeilijk te filmen trouwens. Ja, ook veel tijd aan besteed. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.